In deze video zal ik uitleggen hoe u de free-to-air tv zenders NPO1, 2 en 3 kosteloos kan ontvangen met behulp van een DVB-T2 ontvanger. In deze video demonstreer ik hoe de Vimey T2-8943 DVB-T2 ontvanger eruit ziet, welke antennes u kunt gebruiken en hoe u de ontvanger moet instellen. Deze video is niet gesponsord. In Nederland worden enkele radio- en tv-signalen zonder versleuteling uitgezonden die gratis zijn te ontvangen. Deze free-to-air signalen zijn te ontvangen met behulp van een standaard ontvanger en bijhorende antenne. U hoeft hiervoor geen abonnement af te sluiten. Free-to-air tv zenders zijn NPO 1, 2 en 3 en de regionale omroepen in Nederland. De agentschap Telekom verleent vergunningen voor digitale radio-omroep en digitale televisie. De Nederlandse Publieke Omroep is vergunninghouder voor de Landelijke Publieke Omroep. De vergunningperiode is 1 februari 2002 tot en met 31 januari 2030. Digitenne, een dochteronderneming van KPN, is vergunninghouder voor de commerciële digitale televisie. De vergunningperiode is 1 februari 2002 tot en met 31 januari 2030. De commerciële televisieprogramma's van Digitenne worden gezamenlijk met de publieke programma's van NPO. En regionale omroepen uitgezonden. Voor meer informatie zie deze links. De programma's van de publieke omroep vallen onder de verantwoordelijkheid van NPO. De programma's van de regionale omroepen vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie zelf. Elke provincie heeft zijn eigen regionale omroepsstichting. In de toekomst zal de regionale omroep te zien zijn op het derde net van de Landelijke Publieke Omroep, dat omgedopt wordt tot NPO Regio. Deze programma's zijn voor alle Nederlanders free-to-air te ontvangen. Dit is vastgelegd in de Mediawet 2008, maar of dit in de toekomst zo blijft, is onzeker. Om de free-to-air tv- en radiosenders te ontvangen, heeft u een ontvanger nodig die de DVB-T2 MPEG-4 H265 compressie ondersteunt. De Free-to-air TV-zenders worden in HD-kwaliteit doorgegeven. Als u een moderne TV heeft, ondersteunt deze al DVB-T2 met HVAC-compressie en is een aparte ontvanger niet nodig. Lees uw TV-handleiding. Digitair zond voorheen Free-to-air TV- en radiosenders via DVB-T-techniek. Echter, Digitenne werd verplicht dat free-to-air TV en radiozenders uit te zenden via een andere techniek, de eerder genoemde DVB-T2. In 2018 begon Digitenne met het geleidelijk overzetten van het DVB-T-signaal naar DVB-T2-signaal. In juli 2019 is de overgang afgerond. Dit betekent wel dat alle DVB-T-ontvangers niet meer bruikbaar zijn. Om free-to-air tv en radiozenders te ontvangen, is een DVB-T2 ontvanger nodig. Als uw tv geen DVB-T2 ontvanger heeft, dan kunt u deze ontvanger apart aanschaffen. Er zijn vele DVB-T2 ontvangers die u kunt kopen. Op deze website kunt u meer informatie hierover vinden. Een paar jaar geleden had ik een nieuwe tv aangeschaft. Mijn tv ondersteunt wel DVB-T maar niet DVB-T2. Na onderzoek heb ik besloten om een v mate T2 8943 ontvanger aan te schaffen die DVB-T2 wel ondersteunt. Deze V-Mate ontvanger is van Chinese makelij en ik heb deze aangeschaft via AliExpress. Kosten 19,39 euro en de verzendkosten zijn gratis. De V-Mate Official Store kunt u hier vinden. Meer informatie over de VMAIT. T28943-ontvanger? Zie deze link. De 4Me T28943-ontvanger gebruik ik alleen om de Free-to-air TV-zenders NPO 1, 2 en 3 en de regionale omroepen in Nederland te ontvangen, plus de radiosenders. Als u van plan bent later een digitale abonnement af te sluiten om ook de commerciële zenders te ontvangen, dan kunt u de 4Me T28943 niet gebruiken. U kunt de commerciële zenders alleen ontvangen met behulp van de ontvanger, geleverd door Digitenne. AliExpress is een bekende Chinese webwinkel, vergelijkbaar met Bol.com, maar vele malen groter. AliExpress is een webplatform, zij verkopen zelf geen producten. Webwinkeliers zoals Vmate verkopen de producten op het AliExpress platform. U kunt met Ideal betalen en soms is er ook track and trace aanwezig om uw pakket online te volgen. Mocht het product binnen een bepaald termijn, meestal is dit twee maanden, niet zijn geleverd, dan kunt u een geschil openen. U kunt uw totaal betaalde bedrag terugvorderen. Dit bedrag wordt teruggeboekt op uw bankrekening. Ik had de V-Mate T28943-ontvanger besteld en binnen twee weken had ik deze ontvangen. De V-Mate ontvanger werd vanuit China verzonden. Let op dat u bij het bestellen de EU-stekker selecteert. Als u producten buiten de EU aanschaft, dan moet u BTW, douanerechten en inklaringskosten betalen. Deze drie kosten worden ook wel invoerrechten genoemd. Echter, als het product inclusief verzendkosten onder 22 euro blijft, dan hoeft u geen invoerrechten te betalen. Meer informatie omtrent dit onderwerp zie mijn YouTube-video. De VME T28943 ontvanger heeft geen teletekst. En geen internetfunctionaliteit. U kunt dus geen YouTube op uw tv zien. De Vimeo T28943 ontvanger heeft een USB-poort. Deze wordt gebruikt om de ontvanger te upgraden met nieuwe software. Ik heb de software niet geupgrade en zal dit ook niet demonstreren. De verpakking ziet er zo uit. Dit zit in het doos. De doorzichtig folie sluit de luchtafvoergaten af. Verwijder de doorzichtig folie. Dit is niet slim. Hier verwijder ik de folie niet in verband met de zegel. Nu zijn de gaten niet geblokkeerd. Je krijgt een ontvanger, een afstandsbediening, een HDMI-kabel en een handleiding. De HDMI-kabel is 1 meter lang. Een simpel kunststof afstandsbediening. Twee AAA-batterijen zijn nodig. Een eenvoudige handleiding. De ontvanger zelf. De voedingskabel is 1 meter lang. Je sluit je antenne in de antenne-ingang. Als je tv een HDMI-ingang heeft, dan gebruik je de HDMI-kabel. Anders gebruik je de tv-scart-aansluiting. De tv-scart-kabel wordt niet meegeleverd. Het apparaat heeft ook knoppen. De aan- en uitknop, de menuknop, de oké-knop. OK Deze gebruik je samen, het veranderen van de kanalen, en het veranderen van het geluidsvolume. Voordat ik de tv- en radiosenders ga instellen, heb ik mijn v ontvanger de volgende menu-instellingen gegeven. Er zijn in totaal zes menu's. Menu 1 is Installation. De Channel Filter heb ik gezet op FTA-only. Country heb ik gezet op The Netherlands. En active antenna heb ik gezet op on. Dit zal ik straks verder toelichten. LCN betekent Logical Channel Number. LCN is het nummer dat wordt gebruikt om de tv-zenders te identificeren. Echter ik zie geen verschil als het op on of off staat. Ik heb het on gezet. Menu 2 is channel. In dit scherm heb ik geen wijzigingen aangebracht. Menu 3 is preference. In dit scherm heb ik geen wijzigingen aangebracht. Menu 4 is Setting. Ik heb de datetime aangepast en ik laat u mijn version zien. De ontvanger heeft geen internet functionaliteit, dus ethernet config is irrelevant. Als ik datetime heb geselecteerd, dan zet ik datetime mode op Auto, timezone op 1 en daylight saving is on. En dit is mijn versie. Dit laat ik zien ter informatie. Zoals eerder vermeld heb ik de software niet geüpdate. Menu 5 is AV. Ik heb de aspect ratio en videoresolutie aangepast. Dit is afhankelijk van uw tv-beeldscherm. Menu 6 is Media Center. In dit scherm heb ik geen wijzigingen aangebracht. Bij de V-Mate ontvanger wordt geen antenne meegeleverd. Maar u hebt er wel één nodig. Koop een antenne die DVB-T2-signalen kan ontvangen. U kunt een passieve of een actieve antenne gebruiken afhankelijk van de ontvangen signaalsterkte. Een actieve antenne is nodig als het signaal zwak is. De actieve antenne beschikt over een versterker die de ontvangen signaal versterkt naar de F-mate ontvanger stuurt. Een actieve antenne heeft stroom nodig. De v ontvanger stuurt stroom naar de antenne via de coaxkabel. Een actieve antenne is duurder dan een passieve antenne. Een passieve antenne beschikt niet over een versterker en is meestal geoptimaliseerd voor een beperkt frequentiebereik. Een actieve antenne werkt als volgt. Dit is de DVB T2-frequentiebereik in Nederland. Dit is de minimumfrequentie en dit is de maximumfrequentie. De rode lijn is de ontvangen TV-signaal die de actieve antenne ontvangt. Deze lijn is de ontvangen signaaldrempel. Als het signaal onder deze lijn is, dan is het signaal veel te zwak. Het TV-beeld wordt niet of zeer slecht getoond. Bijvoorbeeld in Vlaardingen wordt het TV-signaal in dit frequentiegebied uitgezonden. Zoals u kunt zien, is het signaal veel te zwak. Het is onder de drempel. Een actieve antenne. Versterkt dit ontvangen TV-signaal. Dit is de versterkte TV-signaal. Zoals u kunt zien, dit signaal kan nu in verladingen worden gebruikt. Dit signaal is nu boven de signaaldrempel. De actieve antenne kan in heel Nederland worden gebruikt, omdat het TV-signaal wordt versterkt. Als u regelmatig door Nederland reist, bijvoorbeeld met uw camperwagen, dan is een actieve antenne de beste keuze. Een passieve antenne werkt als volgt. Een passieve antenne heeft geen versterker en is meestal geoptimaliseerd voor een beperkt frequentiebereik, zoals u hier kunt zien. Bijvoorbeeld in Vlaardingen zou je deze antenne niet kunnen gebruiken, maar bijvoorbeeld wel in Amsterdam. Want in Amsterdam wordt het tv-signaal in dit frequentiebereik uitgezonden. Dus als je vaak door Nederland reist, is een passieve antenne niet aan te bevelen. Dit is een tv-centmast. Dit is een DVB-T2-ontvanger met een antenne op een vaste locatie. En dit is ook een DVB-T2-ontvanger met antenne op een vaste locatie. Deze ontvanger staat dichtbij een TV-zetmast. Deze ontvanger heeft een sterk signaal. Deze ontvanger kan dus een passieve antenne gebruiken. Deze ontvanger staat ver weg. Het ontvangt een zwak signaal. In dit geval gebruik je een actieve antenne. Maar soms is het signaal zo zwak dat de actieve antenne Buitenshuis geplaatst moet worden, want muren verzwakt het signaal. Ik heb een actieve antenne aan de 4-mate-ontvanger bevestigd. Daarom heb ik in de menu-instelling Active antenne op ongezet. Ik heb drie antennes getest of deze werken met de ontvanger. De eerste antenne is deze. Deze antenne werkt met mijn ontvanger. Hier is een andere antenne. Ook deze werkt met mijn ontvanger. En als laatst heb ik deze antenne getest. Deze antenne werkt ook met mijn ontvanger. Ter kennis en vermaak. Heb ik een van deze antennes geopend? Het is een PCB-antenne. En voor zover ik kan zien is dit het actieve element. Als je antennekabel te kort is, koop een goede kwaliteit coaxkabel. Ik heb deze coaxkabel aangeschaft. En koop ook een goede kwaliteit connector. Deze connector is geheel van metaal gemaakt. Het is belangrijk dat uw antenne is gericht naar de dichtstbijzijnde digitale zendmast. De zendmast antennes zijn verticaal gepolariseerd. Dat betekent dat uw antenne ook verticaal moet staan. Als dit niet het geval is, dan zult u geen free-to-air tv- en radiosignalen ontvangen. In sommige gevallen is een buitenantenne nodig. Bijvoorbeeld, mijn tv-antenne is binnen huis geplaatst, op de tweede verdieping, dat is ongeveer 13 meter hoog. En is zuidoostelijk gericht op de tv-centmast Amsterdam-Hemweg. Dat is ongeveer 7,2 kilometer verderop. Mijn locatie is hier. En de tv-centmast Amsterdam-Hemweg is hier. Dus mijn antenne moet zuidoostelijk gericht zijn. In mijn geval zijn de Free-to-air TV-zenders te ontvangen op kanaal 39, frequentiebereik 614 tot 622 MHz. Wilt u weten waar uw dichtstbijzijnde digitale zendmast is, zie deze drie links. In de eerste link vindt u alle digitale TV-zendmasten in Nederland en België. Dit is mijn dichtstbijzijnde zendmast en u ziet Amsterdam-Nieuw-Hemweg. In de tweede link kunt u de frequenties vinden. Hier staan de publieke omroep TV-zenders Amsterdam-Hemweg, kanaal 39 en dit is het gemiddelde frequentie 618 MHz. De derde link is van de Agentschap Telekom, kanaal 39. Provincie Noord-Holland, Toonzenders, Amsterdam-Hemweg. En hier ziet u mijn frequentiebereik. De gemiddelde frequentie is dus 618 MHz. Check het frequentiebereik waarin de Free-to-Air TV-senders worden uitgezonden. In mijn regio is het frequentiebereik 614 tot 622 MHz. Deze informatie is nodig als ik demonstreer hoe u zelf een passieve antenne bouwt. In mijn situatie richt ik mijn antenne naar het zuidoosten. Deze antenne is een actieve antenne. Een actieve antenne heeft stroom nodig. U ziet dat deze antenne voorzien is van stroom. De stroom wordt voorzien van de ontvanger die via de korkskabel naar de actieve antenne wordt gestuurd. U ziet het lichtbrand hier. Selecteer auto search, selecteer ok knop en selecteer yes. Druk ok knop. Dit is NPO 1, dit is NPO 2. Dit is NPO 3 en dit is Noord-Hollands TV. Dit zijn mijn ontvangen Free-to-Air TV-senders, NPO 1, 2, 3 en 2 Noord-Hollands TV-senders. Dit is afhankelijk van je regio. Dit zijn mijn ontvangen Free-to-Air radio-senders. Hier ziet u slechts een aantal. Ik demonstreer hoe u zelf een passieve antenne bouwt. Deze antenne werkt alleen als u een sterk signaal ontvangt. Deze antenne is bedoeld voor binnenhuisgebruik. Check het frequentiebereik waarin de Free-to-air TV-zenders worden uitgezonden. In mijn regio is het frequentiebereik 614 tot 622 MHz. In uw situatie kan dat natuurlijk anders zijn. Neem de gemiddelde frequentie: 614 plus 622 gedeeld door 2 is 618 MHz. Bereken vervolgens de golflengte. Dit is de lichtsnelheid. Dat deel je door de frequentie in Hertz. De uitkomst is 485 mm. Vervolgens bereken je een kwart golflengte. Dus een kwart van 485. Dus een kwart van 485 is 121.25 mm. Over de kwart golflengte moet je nog een factor toepassen. Deze factor wordt velocity factor genoemd. Dit is afhankelijk van het gebruikte antennedraadmateriaal. In de demo gebruik ik een fietspak als antennedraadmateriaal. De fietspak is gemaakt van staal. Staal heeft een velocity factor van 0.9. Dus een kwart van de golflengte vermenigvuldigd met de velocity factor, dat is 0.9, is 109 mm. Deze lengte is dus 109 mm. Deze lengte heb ik gekozen om de antennedraad aan de kroonsteen te bevestigen. Dit zal ik zo meteen laten zien. Om een passieve antenne te maken heb je drie items nodig. Een kroontjessteen. Een coaxkabelconnector, mannelijk. De mantel heb ik gescheiden van de insulator. Bevestig de connector aan de kroontjessteen. Gebruik een multimeter om de verbinding te controleren. De verbinding is correct. In plaats van een koperkabel kan je ook een fietspaak gebruiken. Ik gebruik een oude fietspaak. En de diameter is 2 mm. Ik zal eerst de roest verwijderen van de fietspaak. Met een stukje schuurpapier heb ik de roest verwijderd. De draaddiameter is 2 mm. Zet een markering op 1 cm. Gebruik een tang. En buig het 90 graden. Dit is het resultaat. En knip het op de markering. Herhaal de vorige stappen. Ik heb twee antennedraden en elk antennedraad is 109 mm lang. Resume, je hebt twee antennedraden nodig, bijvoorbeeld van de elektriciteitsdraad of een fietspark. De diameter kan zijn tussen 1 en 2 mm. Wat je vervolgens nodig hebt is een kroonsteen. En je hebt een tv coax-stekker nodig, mannelijk met coax-draad. De antennelengte is 109 mm en deze lengte is 10 mm. Let op deze lengte. Kan je alleen gebruiken als de frequentie 618 MHz is. Als je een andere frequentie hebt, kan je deze lengte niet gebruiken. Deze antenne wordt ook wel dipol genoemd. Optioneel kunt je een aantal verbeteringen aanbrengen voor meer stevigheid. Bijvoorbeeld bevestig de antenne aan een houten lat met een spijker zodat deze goed verticaal staat. Of gebruik een groter kroonsteen in plaats van een kleine kroonsteen. De grote kroonsteen heeft grote schroeven en die houden de antennedraden beter vast. Voor de technische kijkers, ik heb metingen uitgevoerd met de N1201SA Analyzer. En ik heb de dipool bevestigd aan een type N connector. Dezelfde foto vanuit een ander blikveld. En dezelfde foto ook vanuit een ander blikveld en dezelfde foto vanuit een ander blikveld. Hier is de dipool bevestigd aan de N1201SA analyzer. Hier is de antenneparameters overzicht, de VSWR plot, de S11 plot en de impedantie plot. Voordat je de passieve antenne aansluit in de FiMate ontvanger, zet active antenne op off. On betekent de Femite ontvanger stuurt stroom naar de antenne. Of betekent de Femite ontvanger stuurt geen stroom naar de antenne. Zet actieve antenne uit. Zorg ervoor dat de antenne verticaal staat. U ziet dat met het zelfgebouwde antenne dat ik de senders goed kan ontvangen. De signaalsterkte is zeer sterk. Let op. In mijn situatie kan ik een passieve antenne gebruiken omdat het ontvangensignaal sterk is. Als het signaal zwak was, dan kon ik de passieve antenne niet gebruiken. Waarschuwing. Als uw passieve antenne kortsluit en in de VMate menu de active antenne is gezet op ON, dan kan dit uw VMAIT-ontvanger beschadigen. Hier is een voorbeeld. Als de antennedraden elkaar raken, dan is de antenne kortgesloten. Het zelfbouwen van een passieve antenne en het gebruik daarvan doet u op eigen risico. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond. Druk op de like-knop en vergeet niet te abonneren. Als u vragen heeft, laat dan uw opmerkingen hieronder achter. Ik zal mijn best doen om ze te beantwoorden.